Oud-politiecommissaris Henry Henk Peneu is gisteren met staatseer begraven. Peneu was gepensioneerde commissaris van politie en voorzitter van de commissie die advies uitbracht voor nationale onderscheidingen. Ook heeft hij de ontwikkelingen op het gebied van het verkeer internationaal bijgehouden. Roberto Prade, waarnemend korpschef, zei dat Peneu in 1955 in dienst trad en diverse functies heeft vervuld in het korps en een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Die bijdrage leverde Peneu ook als beleidsadviseur op justitie en politie en in de commissie van toezicht op het Waarborgfonds Motorverkeer. Al deze ervaringen als ook de trainingen werken op zowel eigen initiatief als ook op verzoek. Heeft gevolgd, hebben ertoe bijgedragen dat Henk Peneu werd benoemd tot hoofd van de structuur verkeer. Deze functie heeft hij met veel toewijding, passie en de nodige discipline vervuld. Pogingen om hem elders binnen het korps te werk te stellen zijn vanwege zijn rang vaak genoeg ook mislukt. Toenmalige ministers hebben zich hierover moeten buigen. Ik zei immers al, Peneu en verkeer konden in één adem worden genoemd. Binnen het korps heeft hij verschillende functies vervuld. Na een moeizame overplaatsing naar het bureau Keizerstraat werd hij in 1994 benoemd tot waarnemend, vervolgens stadspolitiecommandant. Astrid Peneu, dochter van de overledene, geeft aan dat haar vader een bewogen persoon was op wie altijd een beroep kon worden gedaan. Hij was een man van actie, geen lange berentakkie. Hij hield van zijn werk en heeft alles gegeven wat hij had, zegt de dochter. Hij zou altijd zeggen, oh hey, als je de verkeerde regels overtreedt en hij ziet je. Zelfs ik. En op mijn bord doen. Hij hield van zijn werk bij de Lobauroko. En hij heeft alles gegeven wat hij had. En jullie kennen het verkeerspraatje. Dat was heel populair. En hij kon heel goed en duidelijk vertellen hoe mensen in het verkeer moesten gedragen. Wat waren de regels? Moest je gedragen op een verkeerspunt? Hij had altijd zo'n wijstokje toch? Nog steeds vertellen mensen me van, ja, ik denk echt dat aan de kruisen toen. Naast aan de Jacqueline toch. Ik trouwens zo hoor. En ik had een van zijn toetelkindjes, dat was het korps verkeersbrigadiertjes. En aan het einde van elk schooljaar gingen ze met bussen vol met brigadiertjes gingen ze naar Braga. En daar werden ze getrakteerd op eten, gezelligheid, met zwemmen in het water, als dank voor hun harde werk en drie jaar door. Astrid Peneu, dochter van de gisteren ten grave gedragen Henry Henk Peneu. Zij sprak gisteren tijdens de uitvaarddienst in de Grote Stadskerk. Het stoffelijk overschot van Peneu is in besloten kring te Mariusrust aan de School der Aarde toevertrouwd. Peneu is 83 jaar geworden.